ATM tikken. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Jasper. Mijn naam is Bram. Mooi hoor. En jullie kunnen het al zien, Jasper heeft een GoPro op zijn hoofd gaan winnen. Ja. Want vandaag gaan wij voor het eerst tikkertje spelen hier in Sparks. Een supergroot sport entertainment park. Je kan hier van alles doen. En vanaf vandaag dus ook tikkertje spelen. Ja. De vraag is natuurlijk, wat? Is ook een sport, hè? Is ook een sport, tikkertje. En echt een gekke sport. Ja. Maar de vraag is, wie gaat de tikker zijn vandaag? Goed job. Zak ik wel bij. Oh. Jasper begint als tikker en het is niet zoals verstoppertje. Want als Jasper iemand tikt, dan is iemand anders een tikker. Er zijn drie belangrijke regels. Okay. Regel 1. We spelen 1 uur lang tikkertje. Wie na 60 minuten de tikker is, die verliest en krijgt een straf. En de straf kan echt pijnlijk zijn. Tweede regel. Je mag niet terugtikken. Heel de tijd niet. En regel 3. Je mag niet langer dan 5 minuten op dezelfde plaats blijven. Oké, dus het is geen verstoppertje. Je mag niet op het toilet gaan zitten en zeggen, ik ga hier een half uur zitten, de deur vast. Oké. Maar voor we beginnen met tikkertje, hier kan je heel veel sporten beoefenen. Wij zijn benieuwd welke sport doe jij. Laat het weten in de reacties bij ons. Is het duidelijk. Iedereen is klaar. Jasper, jij wacht. 30 seconden. 30 seconden? Ja, 30 seconden. Nee. 30 seconden. Jasper staat in startpositie. Ik begin op 30. Succes iedereen! Succes! Tikkertje is wel apart hoor. Tikkertje, wat is dit? Allee! Allee, sneller! Allee, de deur! Open! Naar waar gaan jullie? Ik weet niet! Ik ga naar beneden, denk ik. Ik ook. Oké. Dat is spannend. Langs waar is dat? Hier. Daarin ga ik mij verstoppen. Jasper gaat mij niet vinden, denk ik. Nog 10, 9, 8. Eerste keer tikkertje. Deze challenge is wel hard, hè? Intensief worden. Oké, okay, let's go. Oh, dat is hier moeilijk. 3, 2, 1, come on. Jasper is vertrokken en hij is mij gepasseerd. Hij heeft mij niet gezien. Let's go. Ik ga me hier verstoppen. Ik ga gewoon helemaal de andere kant uitlopen. Oh nee, ik zie dat echt niet zitten. Oh, ik weet niet. Ik moet mij ergens kunnen verstoppen. Hè. Ja, niet langer dan 5 minuten. Hè. Ik moet mij ergens steken. Daar is Jasper gepasseerd en ik zit volgens mij echt supergoed. Oh nee, maar Jasper gaat hier plots staan. Ik denk dat ik... Oh nee, dat weet ik niet! Oh. Kijk, ze zijn daar. Oh, ik ben al kapot. Ik ben getikt. Dat meen je niet. Celine staat daar en Celine is de tikker. Ik loop hier achter de bar. Oké, ik blijf hier 5 minuten zitten. Onder de bar. Hopelijk zitten hier eens binnen. Ik ga even in de golf binnen. Kijk eens aan. Ik ben virtueel aan het golven. Dus we gaan voor een hole-in-one of zo ver mogelijk. Maar ik ga hier dus proberen om 5 minuten te blijven staan. En dan, ja, kijken of Jasper misschien hier komt. Ik zie Michiel. Maar nu moet ze naar mij komen. Michiel zit daar, in het park. Niet makkelijk hoor. Ik zit niet op dezelfde plaats, hè, voor alle duidelijkheid. Wat? Ik zit niet op dezelfde plaats, hè. Ik beweeg hier door, hè. Oh, wauw. Kom maar hoor. Ik zou iemand anders gaan halen, want als je mij moet pakken, gaat het nog lang duren. Michiel zit veel te ver. Ik heb een idee. Ik doe gewoon alsof dat ik niet getikt ben in orde. Ik heb de beste plaats met de gymballen. Ik moet wel super dringend naar het toilet. Dus misschien moet ik dat eerst doen. Ik hoor heel de tijd geluiden dat ze iedereen aan het tikken zijn, denk ik. Want ik hoor trappen en ik hoor zo... Dit is echt spannend. Ik heb Celine gezien. Misschien was Celine de tikker, ik weet het niet. Ik hoor Celine lopen. Daar is Jasper. Maar Jasper is niet meer de tikker. Hallo Vini. Dag Jasper, daar is hij. Ik heb direct een sprint gezet, maar ben wel kapot. En je hebt Celine direct getikt? Ja. Oké. Want jullie moesten wachten voor dat poortje, hè? Ja. En ik ben zo via dat open poortje. Ah ja, slim hè, Jasper. Salut hè. Jasper is nu dus veilig, tot als iemand anders getikt is. Ik ben in de cafetaria. En hier is ook toilet. Michiel, die zit dus daar.
Er kan iemand vandaar komen. Dit is dus een ninja parcours dat je tegen elkaar moet doen. Wel superleuk. Twee exact dezelfde parcours naast elkaar. En kijk hoe hoog we hier zitten. Hoogtevrees alert. Oké, let's go. We gaan uit de golf. Dit is raar. Laura en Bram moeten normaal ergens beneden zitten. Oh, puree. Jasper is hem. Ik dacht hij... Hè? Daar is Bram. Hey. Hè? Bedankt. It was at this moment that he knew he f***ed up. Ik heb Bram ontdekt. Sorry, Bram. Dat is lelijk. Je mag me niet terecht. Bram is het zeker. Maar ik kan wel niet meer weg, want via de nooduitgang mag ik niet en ik hoor iemand. Ik ga eens gaan kijken. Dit was pas een goede tactiek. Ik zie Celine. Daar loopt ze niet. Ik zou het wel echt hilarisch vinden als iemand het ninja parcours hier neemt en ze zitten in het verkeer. Zou Michiel hier nog zitten? Ik ben de tikker. Celine is daar. Ik heb de beste tactiek ooit gehad. Beste tactiek? Ik deed alsof tegen Bram dat ik niet getikt was. Echt? En ik ben terug. En is Bram hem nu? Ja. Ah, kan toch niet. Maar kom hierin, er zijn twee ninja parcours en als ze het verkeerde nemen, snap je? Ik heb het groene. Not, ik heb het gele. Dit is het gele parcours. Maar ik vertrouw niemand, hoor. Ik was in de boogschietstand nu, maar hier zit niemand. Ik mag hier nog 3 minuten zitten. Ik moet even denken aan waar ik ga gaan. Ik zit hier in een parcours. En dit is best wel een goede tactiek van Michiel. Want het is echt al moeilijk om hier in te komen. Celine heeft de groene. Ik heb ook de groene, hoor. Ik ben echt kapot. Ah, ik heb ook de groene. Of heb jij de gele? Ik heb iemand gezien in de speeltuin, dus we gaan ervoor. Let's go. Daar is Bram. En volgens mij is Bram de tikker. Daar is Bram. Nee, niet langs de groene komen, niet langs de groene. Bram is naar binnen gekomen. Heeft Bram groen of geel? Bram heeft de verkeerde kleur. Ik lach mij kapot. Bram zit in het park. Ik ga weg. Ik ga weg. Ben jij de tikker, Bramski? Ik denk dat ik wel nog even safe ben, dat er hier niemand beneden is. Dus ik denk dat ik wel ga kunnen vertrekken. Ah, Bram! Pak hem wel! Shit, toch? Oh, ik moet hier weg. Pak hem! Ik ben er weer uit. Jasper! Zei hij hem niet meer? Nee, ik heb Bram getikt. Ik deed alsof ik de tikker niet was. Dus eigenlijk moet je van iedereen, eigenlijk moet je het spel volgen, hè? Want Laura weet niet eens dat Bram de tikker is. Maar volgens mij komt hij wel, of is daar. Oh nee, Bram komt. Ah ja, en Bram mag enkel mij tikken. Oh, als hij nu terugkomt, heb ik wel een probleem. Ah, Bram is nu aan de uitgang daar. En... Oh nee, Bram is op komst. Oh. En Bram is echt snel. Ah, ik zit vast. Tikkie! Ah, nu mee. Nee, Bram, ik heb niks gevoeld. Nee, ik heb niks gevoeld. Echt, je hebt mij niet geraakt, hè. Nee, even niet geraakt, kijk, ik zie het. Doe je, Bram. Oké, ik ga hem even plaatsen. Oh nee, ik zie iemand. Ik zag iemand. Ik ben echt helemaal kapot. Daar is het park. En ik sta hier gewoon even achter een muurtje. Even bekomen. Dit is het beeld. Maar het ziet er veilig uit. Maar ik moet blijven bewegen, dus ik denk dat ik mij moet verplaatsen. Oh, Bram staat hier nu. Oh, Bram, hé. Hey. Wat? Je hebt nog... Ik heb nog even, hè. Ja, je hebt nog meer dan 3 kwartier tijd. Oké, hallo. Oh, ik heb Bram gezien. Volgens mij is Michiel getikt. Ik ga naar boven. Ik zit boven, maar ik moet bukken, want ze kunnen me zien. Ik heb Michiel proberen tikken, maar dat is dus niet gelukt. We gaan op naar iets nieuws. Nee, Bram is hier, maar hij is duidelijk niet meer de tikker. Dus, volgens mij, is Michiel de tikker. En ik heb Laura nog steeds niet gezien, dus Laura, goed bezig. Ik zit onder de trap en als Bram naar beneden komt, of wie ook de tikker is, kan ik ofwel naar daar weg, ofwel gewoon naar hier. Daar is Laura, maar ik denk niet dat zij de tikker is. Wie is de tikker? Ik denk Bram, maar...
Ik weet niet zeker. Ik denk Bram. Dat er nog iemand zat. Nee. Bram zat hier misschien. De brug. Oh, we zijn er. Oké, ik was al bijna getikt. Maar ik leef nog. Daar is Bram, maar Bram kijkt naar daar, dus volgens mij is daar iemand. Bram gaat toch mij pakken. Vind je niemand? Hè? Nee. Hij toch mij proberen te pakken. Hij gaat toch mij proberen te pakken. Kom maar hoor, Bram. Oh. Tegen dat je hier bent, maar ik al lang weg hoor, Bram. Je hebt weer de verkeerde, je hebt groen, ik heb geel. Ah, wat deed je? Smeerlappen. Bram, focus, jongen. Waarom moet ik dat nu weten? Alle geluk dat ik jou zou helpen om mij te tikken. Ja, hier ga ik het opgeven. Gewoon doorlof. Ja, en ik zit echt helemaal in het midden, dus. Dit is wel echt leuk. Laat weten in de reacties. Oh, ik dacht dat ik iemand zag. Waar we de volgende keer tikkertje kunnen spelen. Want dit spel is echt crazy. En zeker op zo'n grote plaats. Heel vermoeiend, maar wel heel leuk. Ik wens je veel succes. Als ik in het midden ga... Dan ben jij in het begin. Maar is iedereen verstopt? Zit jij hier al langer als 5 minuten? Maar ik verander de hele tijd. Ik verander de hele tijd van plaats. Dit is één plaats. Nee, dat is niet één plaats. Dit is één plaats. Waar is de rest? Céline zit boven in de boogschiet, maar de rest vind ik niet. Boogschieten? Ah ja, mag Céline niet tikken? Och, arme Bram. Ik ga er eens uitgaan. Ik ben veel te slim voor dit spel. Hier kan je trouwens ook trampolines springen. Kijk, oh, misschien moet ik even trampolines springen. Mijn bandjes scannen. Zo. Oh, voilà. Oh, dit is leuk. Dit is nu mijn beeld van het park. Medewerkers zie ik, ja, maar niemand anders. Live achtervolging. Tikker af! Nee, ik ben tikker. Laura zit achter mij. Ik heb een spel aangeduid. Jungle. Zo. Oh, ik zie Jasper en Michiel. Jasper en Laura. Oh nee, Laura is de tikker. Oh. Dat spel maakt veel te veel lawaai. Ik heb Laura gezien. Laura is de tikker. Ik ga gewoon wachten. Jasper is naar beneden. Dus ik ga Jasper gewoon beneden gaan zoeken. No ticker anymore. Ah, ze is hinter. Jasper is beneden, dus ik ga hem nu gaan pakken. Ik moet niet weglopen, want Laura is de ticker. En Laura mag mij niet terugtikken. Tada! Ik wist niet naar waar ik moest lopen. Ik dacht, hij gaat mij hebben. Ik denk dat Jasper op mijn plek zit van daarnet. Ik wist het dat hij hier zat. Kijk, Jasper is hem. Oké, nu moet ik een andere plek vinden voor mij te stoppen. Want Jasper is het zeker. Ik ben kapot. Ik ben bijna aan de uitgang. Oké, daar is Laura. Ik ga naar het toilet. Oké, ik ga mij gewoon hier even wachten. Want ik weet toch dat Jasper een tikker is, dus... Hij kan mij niet tikken. Maar ik ben wel buiten adem, amai. Dus we gaan even chillen in het toilet. Yeah. Laura is daar net gepasseerd, waar die man loopt. En Laura is naar het toilet. Ik ga nog eens proberen kijken. Wacht. Oh, Bram. Bram loopt daar. Ik ga even van naar boven kijken of ik iemand zie. Daar staat Bram. En ik ga me nu verplaatsen. Volgens mij is Bram nog steeds de tikker. Ah nee, Bram die verstopt zich precies. Ik ga lopen, ik ben aan de uitgang. Céline heeft mij getikt. Ik heb Laura getikt. Laura heeft Jasper getikt. En nu is Jasper de tikker, denk ik. Bram is niet de tikker, denk ik. Ik ga hier naar boven kruipen. Let's go. Ik zie Jasper ook. Kijk, daar loopt Jasper. Geen Laura of Michiel te zien. Céline, zit daar boven. Ik ga maar eens zien, ik moet haar enkel nog insluiten. Oh nee. Jasper is de tikker, hij komt naar mij. Oh nee, ik kan niet weg. Ik denk niet dat er nog een trap is. Via hier. Dus het vogeltje zit gevangen. Oh nee. Je ging net naar Bram, hè. Bram zit daar. Is het Bram naar boven? Ja. Dat is wel pittig. Bram, ik wist echt niet waar ik moest lopen. En ik ging de trappen op, maar Bram was sneller. Ja.
Dat was te denken hè, dat hij sneller ging zijn dan mij. Oké, maar je nog 4 minuten zitten. Ik denk dat ik Jasper zie. Maar ik lig hier wel goed. Mooi beeld. Oh, er is maar één gat hier, dat meen je niet. Ik ben er. Door dit gat moest ik dus komen. Oh, kijk. Daar is Bram en ik zit gevangen. Daar zijn Jasper en Celine en ik denk dat Jasper de tikker is. Dit wordt een mooie battle. Oh. Kijk, daar is hij dan, de tikker. Kom aan, Celine. Oh. Ah, dit is mooi, zalig. Nee. Hey Anders, we wachten tot als 59 minuten is. Oh nee, nee, nee. Oh nee, ja, ik ga sowieso getikt worden, dus... Ja, ik word sowieso getikt. Ik zit vast. En kijk Bram, sta gewoon te kijken, ja. Ja! Ik moet de volgende gaan zoeken. Ik moet hier weg. Doei. Bram loopt naar beneden. Als Jasper mij niet had gezien, dan zat Bram in de problemen. Ik heb zo net Celine getikt. Loopt weg. Maar die GoPro, mijn hoofd, is wel echt al kletsnat. Gewoon omdat het zo vermoeiend is. Nu ga ik op zoek naar de volgende. Oké, ik zit in het speelplein. Jasper zat ook aan de bar, maar mijn plek aan de bar was veel beter. Het enige dat ik mij afvraag is of je 2 keer op dezelfde plek mocht gaan. Geen idee. Maar ik denk wel dat ik dat ga doen. Nu moet ik mijn tactiek van daarnet bovenhalen. Deze attractie trouwens, hier hebben we heel veel leuke filmpjes al gemaakt. De Foodbot. En kijk, supported by Semi. Wij zijn ambassadeur van dit mooie toestel. So cool. Oh, hier is nog een gat. Jasper ziet mij niet. Daar stapt Jasper. En die is weg. En Bram loopt in de verte. Ik heb wel zin om iets te drinken. Ah, daar is een Bram. Ik denk niet dat hij de tikker is. Dus ik ga even een update, man. Even rusten. Ik hoop toch niet dat hij de tikker is. Nee, Bram gaat zeggen dat ik hier lig. Nee, Bram heeft ook niks door. Ze hebben niet door dat ik hier lig. Volgens mij is Celine de tikker. Ah ja, want hij heeft ze getikt. Ja, maar waar is Michiel? Michiel heeft hem verstopt. Ik heb echt al lang gezien. Ik weet niet. Michiel zat heel de tijd hier in dat pak. In dat ja, pak. Ja. Want ik wou hem tikken, maar dat ging. En hij zat daarboven. Ik zat in de verkeerde ingang. Hoe? Waar? Ah, hij zat daarboven voor te springen of? Ja, ik zat daar. Kom, gaan we daar gaan staan en we vragen aan iemand voor ons daar door te laten. En als er dan iemand komt, kom maar staan. Wat een beeld. Ze hebben echt niet door dat ik hier zit. Ik ga ook geen geluid maken. Dit is echt een hilarisch beeld. Er is Celine de tikker nu. Maar Laura is naar het toilet gelopen, dat weet ik. Dan kunnen we daar samen als een tikker, daar springen we er gewoon op. Tijd om hier naar boven te gaan. Hier is het wel rustig, ja, ik moet verplaatsen. Stom. Ik ga zo stil mogelijk. Maar ja, ik val ook niet op. Ze gaan mij zeker niet zien. Hier staat een deur open. Kan ik wel even gebruiken. Frisse lucht. Waar zijn ze? Ik heb Jasper en Bram gezien. Ik heb Jasper en Bram gezien. Daar lopen ze. Oké, ik moet ze pakken. Nu ga ik gewoon hier. Ik ga hier achter. Kom, we gaan dan naar boven, dan zal ze niet zien. Ze gaan naar boven. Yeah. Wie is dat? Ja, 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 ja. Jasper, wacht. Ah! Bram! Tju! Het dicht! Ja! Wel, één probleem. Ik mag geen 5 minuten op dezelfde plaats. Ik hoor nu superveel lawaai, dus ik denk dat iemand anders de tikker is. En ik denk Laura of Celine nu. Ik hoor ze lopen. Ik hoor Celine. Ja! Ik heb het echt goed gezien. Let's go. Nu moet ik volhouden tot het eind. Daar is Bram. En Bram gaat naar beneden. Jasper is de tikker. Jasper loopt achter Celine. Ik hoor ze lopen. Ze zijn daar. Kan toch niet?
Ik dacht, ik ben safe. Ik ga even checken hoe lang het nog is. Hier is een deur die open staat, dus ik ga gewoon zo staan achter deze deur. Dan komen ze daar. Dus ik denk dat ze mij niet kunnen zien. Ik ga die zo een beetje open doen. Oh nee, dat licht gaan. Maar ik hoor iedereen. Ik denk dat die mij allemaal samen aan het zoeken zijn gewoon. Daar is Céline en zij heeft mij gezien. Bram is de tikker. Bram is de tikker. Ik heb van hier gezien dat jij getikt bent hoor, dus je moet mij niks wijs maken. Het is nog... Wat? Nog 42 minuten. Ja. Oh, dan ga ik even siesta doen. Dit is echt vermoeiend. Céline ligt daar te chillen, maar ze komt hier nooit boven hoor. Oké, ik heb dus aan mensen gevraagd om mij te helpen. Voor daar af te springen, daar loopt Bram, maar hij ziet me niet. Ik ben zo aan het zweten. Ik dacht dus, de tijd is bijna op, maar het is nog 14 minuten. Ik hoor Laura. Jij zei hem, hè? Nee, dat is niet waar. Als Céline hem is, mag ze mij toch niet tikken. Ik heb wel een vraag voor jou. Ik mag niet langer dan 5 minuten op dezelfde plaats. Ja. Nu zit ik op het tweede verdiep. Als ik op het eerste verdiep zit, is dat aan dezelfde plaats? Nee. Oké, okay, dus ik mag hier bewegen. Ja, ja. Maar ik heb nog 40 minuten, dus ik kan eigenlijk echt nog rusten. Heb je een stoel gevonden? Zo, ik heb precies een voetbalwedstrijd gespeeld. Niet normaal. Hier is de bal, daar is de goal, het geel. Oh. Golasso! Oh, ik kan boven voetballen. Maar waar is Michiel zelf? Michiel is... En Laura zit in de wc nog altijd bezig. Maar Michiel, ik heb die nog maar één keer gezien. Hoe kan dat speeltrein? Ik zweet er echt van. Ik heb nog niet eens veel moeten lopen. Geen conditie. Ik sta op met heel recht. Op mijn eiland. En het is hier wel zalig hoor. Supermooi. Maar... Ik ga eens naar beneden gaan. Maar jij bent getikt door Jasper, dus je mag alleen Bram, mij of Laura tikken. Klopt. Weet je waar Laura is? Nee. Op wat? Ik heb ze naar het toilet zien gaan, echt waar. Ja, maar nee, want dat is gewoon een afleiding om weg te lopen. Nee. Ik heb haar gezien. Ga naar het toilet, echt waar. Als ze daar niet is, mag je terugkomen, kom ik naar beneden, want ik zit hier 5 minuten. Oké. Ik geloof Michiel nog altijd, ik vertrouw hem, dus ik ga naar het toilet. Ik ga proberen 3 minuten naar beneden. Oké, doei. Als ik één iemand hier in het zak zet, dan is het Céline. Nog niemand. Ik ben nog altijd veilig. We gaan voor de win. Al zou het mij niet verbazen, moest ik verliezen. Maar ik kan het. In uzelf geloven. Oké, ik vertrouw Michiel wel. Dus ik ga eens naar het toilet. Ik moet dus door dit gat. En hier liggen nog ballen. Hopelijk zit Laura nog op het toilet. Daarnet zag ik haar dus naar het toilet lopen. Daardoor of hierdoor naar beneden. Gaat het wel lukken? Wauw. Oké, het toilet. Ik heb nog 3 minuten. Ik hoorde iets. In het toilet, denk ik. Geen Laura in het toilet. Oké, ze is ondertussen al verplaatst. Dat kan ook. Mannen toilet. Dat ga ik niet doen. Als er iemand staat te plassen. Hier is er ook nog een ruimte. Maar hier is er niemand. We gaan verder. Ik ga terug naar Michiel. Want volgens mij is Michiel nog niet vaak de tikker geweest. Denk ik. Céline was hier met. En ze heeft mij gewoon niet gezien. En binnen 1 minuut moet ik vertrekken. Oh, wel die langer dan 5 minuten op dezelfde plek. Dus ja, nog 2 minuten. Springen. Nog 2 minuten. Nee! Ik raak net niet aan Michiel. Dat is er. Nee. Michiel is getikt. Sorry. Ik ben de tikker nu. I love you, bye. En ze was niet op het toilet? Nee. Oké, dan was ze weer weg. Oh, oké. Het was moeilijk, maar ik heb Michiel getikt. Het is tijd om weer te gaan lopen. Daar staan Bram en Jasper. Daar. Ze zijn daar. Zijn je nog altijd tikker? Ra, ra, ra. Wat denken jullie? Sowieso wel, hè. Ze vertrouwen mij niet. Maar eigenlijk kan ik nu Michiel super hard helpen. Oh nee, ik hoor ze. Ik ga gewoon in de mannentoilet. Ik kan... Eeuw, het stinkt hier. Ik kan gewoon niet verlopen, want ze zitten hier recht vlak in mijn buurt. Dus nu ben ik gewoon in het mannentoilet. Maar ik ga gepakt worden.
Er gaat iemand vandaan komen, Bram, niet zien. Want dan springen we gewoon, hè. Bram is aan het kijken naar u. Ra ra ra. Ik denk dat ik hier ga wachten. Op mijn prooi. En hij zei tikker. Als zij tikker is, mag zij u niet meer tikken. Tenzij dat Michiel en Laura... Heb jij Michiel al gezien? Michiel gezien? Ja. Nee. En Laura? Laura ook niet. Ah, dus zij zijn een tikker nog. Oh, ze hebben me door. Dat was echt stom van mij. Ze denken dat ik de tikker ben. Ik kan Michiel echt goed helpen nu, maar, ja, maar hij komt niet. Waar blijft hij? Celine staat daar, maar ik weet niet wie de tikker is. Ik moet gewoon verplaatsen. Ja, dan zal ik eraf springen, hè, Bram. Ja. Gaat Bram springen? Oké, let's go. Waar zitten ze allemaal? Oh, Jasper! Wat een koffer! En Celine is aan het praten met iemand. Oh, Jasper is naar beneden gesprongen en nu kan ik niet tikken. En daar staat Bram nog altijd. Jasper! Kom maar. Oh nee, ik mocht je niet terugtikken. Ah! Michiel is hem. Michiel is hem. Ik ben ontsnapt. Nu ben ik terug bij de plaats waar we zijn begonnen. Ik ruip in een kleedkamer. En nu ga ik hier gewoon wachten. Ik ben iedereen gepasseerd. Ze waren allemaal naar het kussen en het lopen. En ze hebben mij niet gezien. Ja, zo is het. Waar is hij? Oh, hij is daarachter. Jasper! Maar Bram is daar nog. Oh nee, Michiel is daar. Wacht op Bram, hij gaat springen. Bram is net gesprongen. Ik ga hem verrassen. Oh, dat is wel eng, zeg. Oh. Dit was echt een goede tactiek. Jullie dachten dat ik hem was, hè? Daar is hij. Ja! Ja! Kom, pak me dan! Bram is zo snel. Niet normaal. Ik ga eens naar Jasper kijken, ben je? Michiel is de tikker. Dus, ik ben ontsnapt van hem. Het is tijd om mijn veters te knopen. Er komt iemand van de trap. Ja, Bram en ik zijn even snel natuurlijk. Ik ben iets sneller dan Bram. Maar niet snel genoeg om hem net in te halen. Ik zit hier in het donker. Okay. Daar is Michiel. Maar één voordeel, Michiel mag mij niet tikken. Maar ik moet wel weg van Jasper. Jij mag mij niet tikken, hè. Waar is Jasper? Sorry Jasper, anders tik jij mij toch. Hallo? Oh oh. Hallo? Hallo? Jasper is tikt. Het was misschien niet in beeld, maar ik heb hem getikt. Het is hier echt warm. Maar het stomme is dat ik niet weet wie de tikker is. Oh, nee, nee, nee! Sorry. Celine is de tikker nu terug. Dat is gewoon een goede tactiek. U laat hem tikken en dan direct achter iemand anders. Ik heb net Jasper getikt. Dit is zelfs super grappig, want we hebben hier een foodbot. Ik zie Michiel. Michiel wandelt beneden. Laura, ze is hier een paskotje zelf. Maar ik ben hem niet. Wie is dat? Wie is dat? Celine, verloop. Laura, ze is hier verstopt. Ben je van dat kussen gesprongen? Ja. Ik wil dat ook doen. Oh, dat is een foodbot. Ik ben net getikt, maar ik ga toch even voetballen. En Michiel gaat dus onze attractie uitproberen. Succes! Oh. Oh! Als ik het zie, wil ik het ook doen. Oh, mooi. En het vakje kleurt dus blauw en dan moet je naar een blauw vakje schieten. Rood is rood. Oh! Ja, ja, even herstellen. Oké, goeie. Wie is er? Oh, Jasper! Michiel, zijn spel is klaar. En hoeveel procent heb je? 100%! 100%! Wow! En 3,4 seconden. Ik ga hier zitten. Wie is er aan iemand van jullie? Bram! Ah, Bram. Wat is het record? Is echt? Bram. Ik had dus 100% en 3,4 seconden. Ik heb het tekort. Kijk wie daar is. Oh, Bram is daar ook. En iemand heeft het gezellig. Kom maar! Rood nu! Ja, ja.
Ja! Michiel en dan Jasper tikken. Rood! Oh, nog! Pak hem! Jasper gaat nu getikt worden, dus ik ben weg. Daar staan ze dus. Voetbal te spelen. Maar Jasper gaat dus elk moment getikt worden. Jasper heeft snellere tijd dan mij, maar minder precisie. Je moet voor kwaliteit en niet voor kwantiteit gaan. En nu is nog een Bram. Ik ga gewoon weg. Ik vertrouw het niet meer. Maar waar is Laura? Ik wil Laura vinden. Oei, nog. Je kan nog scoren. Ja, je hebt wel nog altijd 100% Bram. Ja, nu niet meer. Laura! Waar is Laura? Ik heb geen idee waar ze is. Nog, hey Bram, moet ik dit op YouTube zetten? Oei. De onderen. Allee zeg, wat is dit? Ik ga denk ik naar het begin van het park. Oei, maar Bram. Hey, allee. Hallo. Allee, Bram. Dat kan toch niet? Oei. Oh, 50%. Kom, nog een keer proberen. Ah, Jasper, dit is het een keer. En Bram. En Michiel. We zijn met drie. Dat is niet goed. Ik kom direct terug. Ja, wat probleem. Nee, ja, ik ben... Ah, nee, nu ben ik hem nog altijd. Eventjes verstoppen. Hey Bram, even interview. Wanprestatie. Wanprestatie. Ik was kapot van het lopen van het tikkertje. Ja. Dus mijn coördinatie en mijn mentale weerbaarheid was niet aanwezig. Ja, dat zag ik. Okay. Laura! Ben jij hem? Ik ben er niet. Laura, ik heb jou de hele tijd niet gezien. Weet je, ik ben hier al heel lang. Eerst zat ik dus beneden, achter... Maar wacht, misschien moeten we een beetje uit het zicht. Jij kwam in die ruimte, hier is niemand. En ik zat achter die deur, die zo wat open stond. Wauw. We kunnen hier niet weg. Nee. Maar mogen we niet even hierin? Uh-oh. Weet jij Laura zijn? Nee. Ik heb hem nog niet gezien. Hè. Nee, Laura is echt helemaal verstopt. Nog 12 minuten hebben we. Daar loopt Michiel. Ik ga niet terug naar beneden. Dat heeft mij dus niet, joh. Snel een spelletje, nu dan ze er niet zijn. Oh! Hier hebben we een zeer mooi overzicht over het park. Kijk eens aan. De kleedkamers, niemand. Wat? Wat? Zit jullie al lang af? Nee, een minuut. Hoezo, ben jij nog de tikker? Nee, ik heb een voetbal Jasper zijn, hè. Maar jij bent er dan toch tikker. Ja, maar weet je. Nu moet ik mijn giel terug. Lara, heb ik een tikker? Nu is hij niet de tikker. Kom aan, pak hem. Wacht. Michiel gaat springen. Dus dan wacht ik beter beneden. En Celine denkt dat ik ga springen. Het is even tijd voor een sanitaire stop. Ik moet echt pipi doen. Wauw. 90% en nu ga ik door. Dankjewel, het is echt verslavend. Ja, dat is fijn. Laat eens wassen. Oké, ik zie Laura lopen. Ik weet nu niet wat zij de tikker is. Celine is hem, ze zit achter Michiel. We zaten samen in de kleedkamer, Michiel had mij getikt. Ik heb Celine getikt en nu is Celine achter Michiel. Ik kan Michiel zien springen of ik kan Michiel zien teruggaan van de trap. Dus hier sta ik sowieso wel goed. Oh nee, Bram is daar. Jij bent hem, hè. Ik ga mijn tactiek nog eens spelen. Update. Bram, Jasper en Celine staan hier. Laura, als je mij hoort, nog 9 minuten. En vanaf nu mag je niet meer verstoppen. Ah, oké. Okay. Celine heeft net Jasper getikt. Jasper is een tikker. Mag ik niet naar beneden zonder iemand? Ik mag dus niet naar beneden springen zonder begeleider. Michiel staat vast. Oké, maar dat wil zeggen, Michiel wordt hem. Je mag niet meer verstoppen en ik ben de tikker. Ai, ai, ai. Ik ga gewoon hier achter de muur staan. Langs deze kant ga ik staan. Nog 8 minuten en mag je niet meer verstoppen. Waarom? Omdat het nog 8 minuten is. Michiel komt. Ik ga even hier in de bar. Oh nee, Michiel. Nee. Celine zit daar. Dat is echt lelijk. Ik heb mooie beelden van een tikkertjesgevecht.
Celine is daar en ze staat daar een beetje show te verkopen met Michiel. Oké, dus ik sta nu hier. Deze kant, als er iemand komt, loop ik gewoon zo langs die kant. Michiel kan Bram, Jasper en mezelf tikken. Maar Jasper mag ik niet tikken, die heeft mij getikt. Zo weet ik altijd wie de tikker is. Dit is echt spannend, het is ook niet meer lang. En waar is Bram? Bram staat daar. Bramski. Celine, kan dat deurtje open en dicht doen? Oh, dat is vast! Nee! En hij weet dat hij u niet kan pakken en niet kan tikken, hè. Oké, ik moet achter Celine aangaan. Sorry! Ze biedt krijgt ze het niet meer open, ze krijgt het niet meer open. Ik ga weg. Daar is iemand. Oh, ze zijn weg, ze zijn weg. Ze zijn dus daar allemaal. Kijk jij daar, ik deze kant. Ben jij hem? Nee. Michiel. Ik stond daar, achter die muur, en jij kwam en ik ben gewoon zo gelopen. Maar we mogen ons dus niet meer verstoppen. Nee, dus je moet blijven rondlopen. Wat is dat? Ik vind eigenlijk dat Jasper moet verliezen, omdat hij wel de snelste is. Jasper is super snel. Ik ga nog eens beneden gaan kijken. Oh, kijk Bram, pak die passeert hier net. Oh, ik ging hem hebben, Oké, ik ga eens naar beneden. Kom, ga kijken, dan weten we wie dat tikker is. Hè. Nu gaat het spannend worden. En ze blijven mij achtervolgen, hè. Het gaat spannend worden. Nog vier minuten. Daar zijn ze. Oké. Dit is moeilijk. Ik moet gewoon echt sprinten. Wat is het dit? Nog 3 minuten vol. Ik ga niemand pakken. Waarom staan jullie daar zo? Ja, omdat ze toch niet kan pakken. Waarom staan jullie daar gewoon te staan? Omdat we dan weten wie dat een tikker is. Ja, Michiel is dat, maar waarom tikken jullie niet? Omdat hij ons niet kan pakken. Hallo, Michiel! Oké, als ik gewoon sprint, moet ik ze toch ooit pakken. Hey. Ja! Celine is hem. Hier, ze gaat haar verstoppen. Daar zijn Bram en Jasper. Celine moet hier ergens zijn. Maar als nu Bram of Jasper al getikt zijn, heb ik wel een probleem. Nee. Waar is het? Waar? Maar het is nog 2 minuten maar, ze moet wel een beetje lopen. Celine, tik mij en ik Michiel. Jasper is er. Thanks Jasper. Wil je even naar daar lopen? Het is nog maar 1 minuut 30 seconden. Waar is ze? Ja, Michiel, kom, laatste minuut. Ah, Michiel is hem! Michiel is hem! Jasper, doe alsof. Die doe alsof. Jasper heeft me echt gered. Michiel gelooft het niet. Is het echt of niet, Jasper? Wat is er gebeurd? Ik heb Celine mij laten tikken en ik heb u getikt. Ja, spijtig, hè. Is het echt of niet? Ja? Oké, Michiel gaat achter Bram, hij komt dicht. Live beelden. Oké, gaat hij pakken. Oh! Spannend, ik volg! Live beelden! Oh! Gaat hij hem tikken? Ze zijn daar boven allemaal aan het lopen en ik sta hier op mijn gemak. Ik ga eens gaan kijken. Ik heb Bram getikt. Ik denk dat ik safe ben. En Laura ook. Want Laura zit volgens mij nog altijd beneden. Bram is hem sowieso. Bram is daar beneden. Het is de laatste minuut. Wie is hem? Bram. Hij loopt achter u. Ik geloof het niet. Vertrouw jullie niet, man. Ik ga denk ik in het net kruipen. Oh. Oh, maar je mag hier niet meer verstoppen. Dus ik moet eruit. Man, dit is pas voor een vloei. 10. 9. 8. Ze heeft het gered! Ja! Goed idee, hij kan nog goed lopen. Ik had dat niet verwacht. Wow! Dat wil wel zeggen dat we straf hebben voor Bram. Ben je teleurgesteld?
Ik vlieg heel tijd weg, boven. Het is hier heel stil. Volgens mij zijn ze beneden. Ja, Jasper, mijn sprint achter Bram, ik kwam wel dichter, hè. Ja, ik kwam wel dicht. Ja, dan kan je het vliegen. Oh, je kan hier ook skiën en snowboarden, dat is daarom, hè, Bram. Oh, het is gedaan. Hoe gedaan? Dat is helemaal kapot. Daar is Celine. We hebben gewonnen. Wie is er? Bram is verloren. Bram? Och, arme Bram. We staan bij de footbots en we hebben misschien wel de hardste straf ooit. Want Bram krijgt kontje trap van een robot aan 100 km per uur. Nog nooit gezien op een footbot. Bram, je hebt wel een wereldprimeur. Dus veel succes. Kom ik in het Guinness boek? Ja, sowieso. Wel draaien, hè? Anders gaat het dubbel zoveel pijn doen. Bram staat klaar. Ben benieuwd. Oh, die was er recht op. Die was er recht op. Oh. Eigenlijk viel het nog mee. Ja? Echt waar. Als je het harder verwacht? Dat was het harder verwacht. Okay. Maar toen al zeer. Ja, dat kan gelukt. Dat was er en wel mooi op. Mijn goed gemikt, robot. Goed gemikt. Bram, die is bekomen. Yes. Hopelijk vonden jullie het leuk. Yes. Bij 17.777 likes gaan we opnieuw tikkertje spelen. Tikkertje, ik ben helemaal kapot. Ja. Bedankt voor het kijken en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!